Op zondag 22 september werd het feit gevierd dat Ommel 75 jaar geleden bevrijd werd. De dag begon met een heilige mis met de vertelling van het verhaal De dag dat Maria niet keek door Piet Snijders. Daarna vond onthulling plaats van het monument Ommels Eindje. 'S Middags werd in het gemeenschapshuis De Kluis muziek gemaakt door de kinderen van Ommel, zanggroep Viramente en muziekvereniging Santa Maria. Dit alles in samenwerking met toneelvereniging ONA. Martin Claus, er is een zwarte, aan de andere kant ook een mooie dag. Ja, dat is juist gezegd. Want het is voor ons een hele zwarte dag. Want nu van de morgen dan in de kerk en toen in Ommel, in het Ommelseintje, waar het monument, het prachtige monument werd onthuld, was ook net datzelfde uur als wat in 1944 gebeurde, 22 september. Dus toch, wat dat betreft was het een hele zwarte dag. Maar ja, we moeten toch ook weer dankbaar zijn dat we bevrijd zijn. En daarom gaan wij ook met de mensen samen die bevrijding vieren. Ja. Ik zie wel dat het allemaal nog hartstikke leeft, hè? Nou, als je... Ondanks dat Ommel eigenlijk toch maar klein is. Ik hoor het wel van degenen die eraan meegewerkt hebben aan het monument aan de dorpsraad. Ze hoefden in Ommel maar iemand te vragen om te helpen. En iedereen stond klaar. Dus, ja. Ik heb vandaag een paar keer de namen gehoord van de familie Michiels en van de familie Klaus, die kinderen die leven lieten. Dat is iedere keer weer indrukwekkend, hè? Het komt elke keer, ik kan het beter een beetje makkelijker tegen als Dora, maar toch elke keer komt dat weer terug. Komt alles boven. Hè? Hard binnen weer. Dat komt inderdaad hard binnen. En dan, ik moet ook heel vaak vertellen, ja, ik heb inderdaad veel meegemaakt, maar ik denk altijd maar aan onze vader en onze moeder. Je zou dat meemaken, wat die meegemaakt hebben. Want als er nu hier iets, een ongeluk gebeurt, dan heb je allerlei hulp. Maar toen, de buren, ja, toen het een beetje rustiger werd, kwamen ze helpen. Maar anders, die durfden daar ook niet meteen. Dus nee, en daar zijn wij alle mensen heel dankbaar voor. Ja. Het maakt veel, bij veel mensen veel los. Ik hoor straks al mensen zeggen, ons vader had er nooit over gepraat, ons vader niet. Ja. Martin Claus wel, hè? Ja, waarom kan ik dat wel, dat weet ik niet. Ik, Gerard Geboers, waar ik vaak mee in contact kom. Je zegt altijd, je kunt merken dat je heel veel op toneel gestaan hebt. Want ik heb al 50 jaar op toneel gestaan. Ik heb altijd geprobeerd om gewoon midden in de maatschappij te staan. Ja, en of dat nou gelukkig is, dat weet ik niet, maar dat heb ik wel altijd geprobeerd. Ik zeg, je moet niet willen opvallen. Opvallen door niet op te vallen, dat is het, ja. Maar het is een tijd van 25 jaar bevrijding, komt er dan meer los dan? Ja, dat wel. Maar wij natuurlijk en elk jaar die dodenherdenking en zo. En als hier die 22 september, dan gaan wij met de familie Michiels hier natuurlijk altijd een heilige mis wordt erop gedragen namens de overledenen dan. En zo. En dan, ja, je bent hier ook altijd welkom bij de kaplaan. Ja. Want dan, ja, die namen noem je dan elke keer. En dan, ja, dan wordt alles eigenlijk in een paar woorden heel veel teruggedraaid wat er toen gebeurd is. Maar ja, het leven gaat door. Ja. Want het is bevrijding, het wordt gevierd. Dat doen ze allemaal wel. Hè? Ze maken ook een beetje een visje van. Ja, nee, maar dat is ook. Dat heb ik ook vanmorgen nog verteld. Ik zeg, voor ons is het een hele zwarte dag. Maar het is ook de bevrijdingsdag. Dus nou, we moeten toch ook blij zijn en dankbaar zijn dat we bevrijd zijn. Als we niet bevrijd waren, nou, dan was u er niet geweest. Misschien wel niet. Misschien wel niemand niet meer. Al die hier zijn niet. Dus nou ja, je moet er ook weer de positieve kant van inzien. Ja, en dat probeer ik. De dag dat Maria niet keek. Het spookte in Asten. In de nacht van 20 op 21 september 1944. Engels granaatvuur. In en rond de kerk was het een ravage. Donderdags werd Asten geëvacueerd. En 's avonds het kerkdorp Ommel. Het populaire Mariaoord, ik citeer, das ganze Heiligtum keert kapot, hadden de Duitsers gezegd. Veel Ommelnaren zochten een goed heenkomen, maar ook velen bleven thuis. Want oorlog, ach, oorlog. 75 personal life-changing war stories, Brabant Remembers, vertelt de persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog, groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie,
of bevrijding. 75 verhalen waarin een levensveranderende keuze centraal staat. En een van die verhalen heeft hier plaatsgevonden. Eén, twee, drie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.